is echt... Het is zo'n beest. Het is echt... Ik had ook echt een verhoogde hartslag. Hier is het nieuws. Ja, weet je, Ghibli... Ik vind het wel een mooie auto, want een beetje van de specificatie af en zo. Maar weet je, het heeft natuurlijk wel iets, zo'n Italiaanse sedan, hè, D-segmenter. Hier onder de motorkap, kijk er ook even naar. Het is echt een plaatje. Dit kunnen Italianen wel gewoon goed, om er toch gewoon iets moois van maken, van iets mechanisch. Een V8, dat is het nieuws van de Ghibli Trofeo. Ja, maar dit is echt move over Audi RS4, BMW M3, Mercedes C63S. Want dit is de daddy that rules them all. 580 pk. 730 Nm koppel. Begrenzers. Ja, dat zegt in Italië. Ja, ja, weet je, in Duitsland. Ja, yes, yes, we are the limiter, 250. Italië zegt zo, nou, weet je, blijf gewoon gas geven. En op een gegeven moment accelereert hij niet meer. En dat is bij deze Ghibli Trofeo dan toevallig bij 326 km per uur. Nou, er is geen Duitser die dat zo, die zo hard gaat. Het is echt bizar hoeveel harder dit loopt. Nou, 3,8 liter groot, 2 turbo's natuurlijk, 2 intercoolers. Alweer upgrade ten opzichte van de Quattro Porte GTS. Daar zat die ook in. Daar zijn de zeehonden weer. Kijk. Hey. Mensen staan allemaal daar te veel, we moeten daarheen rijden. Hadden we die koekjes niet moeten opeten, hadden we die in het water kunnen gooien. We moesten goed te doen van die zeehond. En vond wel de Boxster GTS video vond hij ook wel leuk geworden. Dus of we dat weer gingen doen. We zijn, normaal gaan we natuurlijk altijd naar Italië of dan misschien een keer naar Portugal. Dan lekker op een circuit boenderen, bergwegjes zo, maar dat kan allemaal niet. Dus we zijn vandaag lekker zeehondjes gaan kijken. In Zeeland natuurlijk, want daar zitten ze. En we gaan natuurlijk een klein rondje rijden. Ik kreeg wel het verzoek van Maserati om het sportieve rijgedrag wat uit te lichten. Dus ik hoop dat dat gelukt is. Weet je, dit is een animal. Echt. Weet je, move over met die Duitse concurrentie. Dit is wel zeg maar weer next level. Het is echt een ruig ding. En sprint naar de 100, daarvan kan je zeggen, ja, dan is het niet de snelste. Want hij heeft alleen maar achterwielaandrijving. Nou, ik kan het even demonstreren hier in z'n twee, even op het gas. Dan hoor je al een beetje wielspin. Laat staan, als ik hem vanaf stilstand doe, ook leuk. 4,3 seconden doet hij dat. Er zit een launch control op. Ik krijg het alleen niet voor elkaar. Even kijken of hij nu wel doet. Nou, niet echt. Maar je hoort wel wielspin. De wielspin met 100 op de klok. Nou, dan bij 140 is het wel afgelopen met de wielspin. Dus dat is prettig om zeg maar mee te tillen. Hè? Dat is onze consumententest die we dan ook graag doen. Van wanneer haalt de wielspin op? Maserati Ghibli Trofeo die we bij hebben, die staat op winterbanden. Ik weet niet of het op zomerbanden onder dit soort omstandigheden veel beter was geweest hoor. Maar prettig nu van winterbanden is dat die overgang van grip naar slip, die gaat gewoon wat geleidelijker. Maar ja, het is ook wel, ja, hij glijdt wel, maar het is wel lekker. Het is wel grappig, een auto die aan de ene kant echt waanzinnig ruig is, maar toch ook een beetje zelfvertrouwen geeft in hoe die dat allemaal doet. Dat ECP helemaal uitzetten, dus gaat hij meehelpen. Ja, dat is overigens vrij mooi. We hebben een aantal rijstanden, zeg maar normaal, nou, dat moet ik nooit, Sport en Corsa. In Corsa gaat hij echt wel een beetje dwars, maar grijpt hij uiteindelijk wel in. Maar dat, als je dan niks zou doen, dan ga je denk ik alsnog wel een keer ergens in een slootje eindigen potentieel. Ik hou er wel van, want ja, als je dan zo'n stand kiest, hè, help je nog wel, maar je mag echt wel wat doen. En anders, als je denkt, ja, ik wil helemaal geen hulp, nou ja, dan maar gewoon ESP uit. En dan kan je dit soort dingen doen. Het is zo'n beest. Het is echt... Ik had ook echt een verhoogde hartslag af en toe. Gewoon ook dat hij me dan echt doortrekt.
gaat allemaal wel geleidelijk, maar klein nadeeltje, sperwerking. Het is ook een nadeel. Af en toe vindt hij dat ik niet genoeg aan het stuur zit. Dan krijg je zo'n gekke piep heel hard doorheen. Alsof je direct moet stoppen met wat je aan het doen bent. Nou ja, in ieder geval wel met praten met je handen. Stuur vasthouden. Sperwerking had ik erover. 25% sperwerking. Dus het is niet zeg maar dat ja, die waanzinnig mooie differentiële die van 0 naar 100% kunnen sperren elektronisch geregeld. Hè. Dus het is wat meer old school. Aan de ene kant voorspelbaarder. Aan de andere kant merk je dan toch dat hij ja, heeft zoveel power dat er dan één wiel echt wel behoorlijk aan het spinnen is. Dat hij echt wel wat tractie verliest. Maar ja. Kan je wel weer leuke dingen mee doen. Ghibli Trofeo kan je mooi herkennen. De motorkap heeft die lucht uitlaten. Het zijn ja, omgekeerde happers, dus daar komt dan hitte uit van het motorblok. Hè. Ja, het genereert wel wat hitte. En aan de buitenkant natuurlijk ook nog wel wat andere dingen. En om van een Ghibli een Trofeo te maken, was eigenlijk niet zoveel nodig. Ja, dat motorblok natuurlijk. Maar ja, vooral een paar rode accentjes. Ja, hier de Trofeo logo is ook rood, zeg maar. En dan deze rode dingen, nou ja, oké, dat is misschien niet zo heel subtiel. Hier rood in het Maserati schildje. En aan de achterkant is er eigenlijk niks gewijzigd voor de Trofeo. Behalve dat dit model year 2021 is. En heeft een beetje die boomerang achterlichten weer gekregen. In ieder geval die LED-strip, die loopt zo. Het achterlicht zelf is natuurlijk gewoon dezelfde vorm nog. Het is wel lekker opgefrist. Ik vind het een leuk kleurtje, leuke uitvoering. Redelijk subtiel. Wat misschien niet echt een verkoopargument is. Het is een beetje te denken aan de AMG en de RS-gang. En ook bij BMW M-producten. Dat mensen toch gewoon voor de ruige uitvoering steeds meer gaan. Hè. Dus aero-pakketten erop. Misschien nog langs Abt of langs Asia Schnitzer. Grote vleugels dingetje. Het mag steeds uitgesproken lijkt wel. En dan is een Maserati Ghibli Trofeo eigenlijk nog redelijk subtiel. Is dit model year 21 van de Ghibli. Dus ook infotainment systeem is weer geüpgrade. Het verzet niet de bakens. Maar het werkt echt prettig. Het scherm is nu 10,4 inch groot. Dus het was 8, zoveel. Het is echt wel een maatje groter geworden. Linksaf. We gaan hier linksaf. Kijken over je schouder. Nee, het is nou binnenspiegel, buitenspiegel over je schouder. Ja. Goh, ik zou een keer rijles moeten krijgen, jongens. Niet te vroeg op het gas. Anders gebeuren er dit soort dingen. Oh, het is echt niet normaal. Oh. Ah, lekker. Nadelen aan de Ghibli. Ja, het is niet goedkoop. Maar dat is een voordeel eigenlijk natuurlijk. Want dat betekent dat het exclusief blijft. Dat niet iedereen erin gaat rijden. En dat je gewoon kan zeggen, joh, ik heb gewoon echt de dikste D-segmenter met een V8, met de meeste pk's. En ja, hij is ook prijzig, maar ja, ik vind dat, weet je, dat is niks mis mee, weet je. In deze tijden mag je ook gewoon wel eens een keer gewoon een lekker prijzige auto kopen, toch? Nou ja, begint bij 194.500 euro. Komt een Audi Quattro ons tegemoet, die zegt, nou zie wel, met alleen maar achterwielaandrijving is echt super gevaarlijk. Dit exemplaar, nou ja, er zitten wat dingen op. Schijf, kanteldak. Wat als je lang bent geen aanrader is, want het dak komt best wel laag hier. Komt je op 211.500 euro. België is die denk ik ietsje goedkoper, want er zit wel 60.000 euro BPM op. Hè. Dus die CO2-tax die hakt er wel erg in. Maar het is stiekem wel gewoon een lekkere, ruige auto. Ik vind hem ook wel mooi. Ik vind hem wel knapper geworden zo met die upgrades. En oh ja, de kracht. Ik kan er zo lekker mee boenderen. Maar ja, als je hem daarna gewoon in Corsa met ESP aanzet, dan helpt hij al meer. Zet je hem in sport, gebeuren dit soort dingen niet. Zet je hem in normal, dan wordt het ook gewoon
ik had echt geen hypercomfortabele auto, maar wel adaptieve dempingen, het Skyhook-systeem. Dus je merkt echt wel de verschillen. Overigens ook in Corsa is die niet knalhard. Ik vind dat wel goed. Je bent helemaal een beetje klaar met die knalharde auto's. Daar heb je eigenlijk niks aan. Ik alleen op een circuit wat aan en daar kom je toch niet met dit soort auto's. Dus ja, Maserati Ghibli Trofeo. Bestel hem allemaal massaal. Want ik wil gewoon over een jaar of wanneer zal het betaalbaar zijn voor mij, 4-5, dat er gewoon echt goed gebruikt aanbod is. Dus of jullie dan ook allemaal rustig mee willen rijden. Als je denkt van ja, maar ik het zo ruig, dan kijk dan gewoon deze video nog een keer terug. Dan heb je dat gevoel weer, dan hoef je dat niet met die auto te doen. En dan over een jaar of 4-5, dan pak ik hem zeg maar leuk gebruikt op voor een mooi prijsje. Dan rijd ik dit wel mee.